dit prachtige kasteel. En wij gaan zo meteen officieel openen. En ik heb al rond mogen kijken. Prachtige tentoonstelling. En toen ik benaderd werd om deze kunstexpositie te openen, heb ik ja gezegd. Niet alleen omdat het een initiatief betreft van onze ondernemersvereniging. Maar ook omdat er twee gerenommeerde kunstenaars, Mario Wilting en Ilko Iersel, gevraagd zijn om dit te organiseren. Maar ook omdat ik het belangrijk vind dat wij in onze gemeente kennis kunnen nemen van deze prachtige kunst. De combinatie kunstexpositie en kunstmarkt blijft heel goed werken. Het blijft heel bijzonder. Het kerstfeest is overigens ook al jaren inspiratiebron geweest van kunst. En ook nog in de hedendaagse kunst kom je het vaak tegen. Ik heb rondgekeken, dat is hier niet het geval, maar de sfeer van dit kasteel, de warmte die de kunst uitademt, heeft toch het gevoel van de warmte van de kerst. Het is belangrijk, denk ik, om kunst juist buiten een traditionele omgeving als een museum of een kunstgalerie te brengen. Door het letterlijk te plaatsen in de middelpunt van de belangstelling, op een plaats waar we het niet verwachten, krijgt het een heel ander beeld. En dat heb ik mogen ervaren toen ik rondliep, zowel het kasteel is anders, maar ook de kunst heeft een hele mooie plek gekregen. U kunt daar heel goed naar kijken. De organisatoren, dat werd er al gezegd, hebben 12 kunstenaars geselecteerd. En die hebben ze geselecteerd op kwaliteit, op zeggingskracht, maar ook verscheidenheid. En dat is opvallend. Als je ziet zowel de materialen als de inspiratie van de kunstwerken. Verschillende disciplines en een zeer toegankelijke, zeer mooie expositie. Met schilderijen, sieraden, fotografie, sculpturen, allerlei materialen en technieken. Voor kunstkenners heel erg mooi, maar voor leken, en ik ben een leek, maar ik geniet ongelooflijk van wat hier staat in het kasteel. En voor ons allen daarom een feest dat we dit in Bemmel dit weekend kunnen bekijken. Ik wil de organisatoren Ilko en Mario dan ook heel erg bedanken en feliciteren met deze prachtige kunstexpositie. En alle deelnemende kunstenaars wil ik bedanken. En natuurlijk de vereniging die iedere keer weer dat voor ons weet te organiseren. Dat wij zoiets mogen toevoegen aan Bemmel en aan de gemeente Lingewaard. Ik ben ervan overtuigd dat deze expositie u en alle bezoekers zal roeren. En ik open dan ook met veel plezier deze expositie. Dank u wel. Mag ik u namens de kunstenaars allemaal van harte bedanken dat wij in uw ambtswoning hier mogen gaan. Alsjeblieft. Dank u wel, Marianne Schuurmans, voor de prachtige gesprek. Heel erg leuk. Geniet vandaag lekker van de kunst. Kijk overal rond. Kunt lekker een drankje drinken, een hapje eten. In het kunstenaars in gesprek gaan. Ik hoop dat het heel succesvolle dagen worden. Twee dagen, vandaag en morgen zijn we open. Tot nu toe is het prachtig. En morgen zal het waarschijnlijk nog drukker worden. In combinatie met de kerstmarkt die aansluit aan de Kinkerburg. Dus heel leuk dat je er allemaal bent en geniet van de kunst van elkaar.